Ik rel van huis met Creacheck. Na Gio, Dionne, Bibi en Dylan rel ik nu van sleutels met Maris. Wij ontdekken stiekem elkaars huis en voeren de gekste huishoudelijke taken voor elkaar uit. Maar wie lukt het om uiteindelijk alle taken uit te voeren en wint de challenge? Oh. Ik vind dit zo raar. Zometeen is Maris hier zonder dat ik er ben en ik hoop dat ze niet alle laders open trekt. Paco, jij bent de waakhond vandaag, hè? Let goed op de. Ik denk dat ze alleen maar gaat knuffelen. Ik heb met Maris afgesproken op een parkeerplaats, maar het klinkt ook echt heel raar. Maar voordat ik daar naartoe ga om deze sleutels met haar te ruilen, zou ik zeggen, doe eventjes een duimpje omhoog. Want bij de 19.000 likes, moet best haalbaar zijn, ga ik nog een keertje van huis ruilen en jij mag gaan bepalen met wie dat moet zijn. Laat dat even achter hier beneden in de reacties. Dan gaan we nu naar Maris. En ik ben aangekomen op de parkeerplaats. En kijk eens wie daar staat. Gespot! Ja! Hallo! Dan is het nu tijd voor het grote moment, Maris. Ben je er klaar voor? Ja, zeker. Ik heb hem al voor je klaar hier. Ik heb hier ook mijn sleutels. Ik durf eigenlijk niet. Maar zijn er plekken waar ik niet mag komen in jouw huis? Ja, dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Want dan ga je er juist kijken. Nee hoor. Jammer. Oké, nou, kijk eens. Hier is mijn sleutel. Yeah. En hier heb ik jouw sleutel. Ja. En dan ga ik nu vertrekken, denk ik. Ik ook. Veel plezier. Ja, maar dat is helemaal veel. Doei. Dag. Oké, ik ben vlak in de buurt van Maris haar huis en ik ben zo enorm benieuwd. Maar voordat ik naar binnen ga, even iets anders. Want de kans is 50% dat jij nu kijkt en nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal. En dat betekent dus dat je ook de volgende huisrel natuurlijk gaat missen. Dus ik wil zeggen, druk eventjes op die abonneerbutton en natuurlijk het belletje. En dan ga ik dus nu naar binnen toe. Volgens mij is het hier ergens. Nou, we zijn er. Ja hoor. Oh, hallo. Hi. Nou, wat een warm welkom. Wat gezellig. Hi, we zijn alleen hier. Hallo? Is er iemand? Volgens mij zijn Paco en ik met z'n tweeën. Dat is wel heel gek. Maar ik hang gewoon even netjes mijn jas aan de kapstok wat ik moest doen als ik thuis was. Dus, welkom in mijn nieuwe huis. Ik ga eerst eens eventjes lekker overal rondkijken. Want ik ben hier nu toch helemaal alleen. Ik leg mijn sleutels hier. Doe mijn schoenen even netjes uit. Dit is de voordeur van Maris. We gaan dus nu naar binnen toe. Zo. Hij werkt. Dit voelt gelijk weer alsof ik iets doe wat helemaal niet mag. Oh, het ziet er heel leuk uit. Jongens, kijk hier. Een kat. Ik heb geen goede herinneringen aan katten in huisruilvideo's. Ik moet gelijk aan Jengus denken van Dylan. Het ging helemaal mis. Ik ben weer bang. Hij is weg. Nu weet ik dus niet waar hij is. Oh, ik krijg weer helemaal kippenvel. Laten we een rondje gaan lopen in het huis van Rick en Maris. Nou ja, ik vind het wel zo netjes als ik gewoon eventjes mijn schoenen uitdoe, toch? Weet je, ik zet ze gewoon hier neer, zo. Hoppakee. Ik voel me gelijk helemaal thuis. Laten we gewoon allereerst de trap opgaan. Wat ziet dit er gezellig uit. Het is echt een heel gezellig huis. En ze hebben goud, hè. Daar word ik helemaal blij van. Dit is echt top. Oh, dit was ik even vergeten. Volgens mij hebben ze 3 katten. Dat betekent dat die ook waarschijnlijk hier ergens in huis zijn. Dit wordt ineens een hele spannende video. Ik ben hier wel een keertje eerder geweest, want toen hebben we hier ook gefilmd. Nou zit dat in de kamer hiernaast, dus die ken ik wel. Maar ik ben nog niet eerder in de gamekamer geweest, dus daar wil ik heel graag kijken. Oh, nou. Ik dacht dat het een gamekamer was, maar kijk wat een creativiteit hier klaar ligt. Of ligt het al speciaal hier voor mij? Maar wat een leuke kamer. Ik heb trouwens wel iets. Ik heb deze een tijdje geleden gemaakt. Die vond Rutger echt super mooi. Die wilde die heel graag hebben. Kijk, zijn hele collectie hier. Denk je dat hij het ziet als ik hem gewoon stiekem ergens ertussen zet? Kijk dan maar eens op. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat hij die ziet staan. Ja hoor, hier is haar studio. Kijk even hoe vet dit eruit ziet. Ja, ik weet niet of het mag, maar ik ga gewoon even plaatsnemen hier. Ik heb hier nog nooit gezeten. Oh, ik zie mezelf. Rutger, Paco en ik staan hier gewoon. Ik denk dat ik Maris ga inhuren als interieurstylist bij ons thuis. Oh, dit wil ik ook. Een soort real life Pac-Man. En een grijpautomaat. Ik word helemaal happy van deze kamer. Ik heb trouwens geen idee of deze aanstaat. Die zit me de hele tijd aan te kijken. Oh, wacht. Hij staat aan. Ik denk dat Maris mij aan het bekijken is ondertussen. Nou, dit is de ruimte waar ik nog nooit geweest ben. Hier is een slaapkamer. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Oh, ik wil ook zo'n slaapkamer. Oh! Nou, ik ga niet meer naar huis. Ik blijf hier. Grote inloopkast. Wow. Zoveel luchtjes. Echt, dat bed is ook zo groot. Volgens mij kan ik gewoon zo slapen. Dit bed ligt echt wel heel erg lekker. Als Thomas niet thuis is, ga ik eens in bed liggen. Dat kan echt niet. Nou, heel goed. De slaapkamer is goedgekeurd. Volgens mij is dit de slaapkamer. En dit vind ik wel echt het meest privé wat je kan doen. Ik weet alleen niet wie slaapkamer dit is. Ik denk van Maris en Rick. Het nachtkastje, jongens. Ik ga er stiekem in kijken. Het is minder spannend dan ik verwacht had. Het enige wat ik kan vinden is een afstandsbediening. Maar er is er nog één. Oh! Een oplader. Een hele gezellige slaapkamer ook. Maar ik ga wel eventjes mijn speur toch verder voortzetten. Oh, één
een van de slaapkamers van de kinderen. Dit ziet er zo gezellig uit. Oh my god, ik word helemaal gek. K-pop artiesten, ik ben helemaal fan. Ik krijg nu ineens weer het besef dat waarschijnlijk Maris op dit moment ook door mijn huis loopt. Ik ben benieuwd wat ze allemaal tegenkomt. Ze heeft helemaal geen oog voor mij, want ze heeft een heel lekker donutje gekregen. Ja, het stinkt wel trouwens. Niet de hond hoor, maar dat donutje, dat ruikt echt niet lekker. Nou weet ik dat hier de wc zit. Dat is natuurlijk echt super spannend. Nou, vergeleken met mijn wc is dit een hele mooie wc. Ik ga er wel eventjes in, maar dan hoef je niet mee. Maar vandaar. Er is nog een verdieping. Oh, wat is dit dan? Oh kijk, een kleedkamer. Echt superleuk. Even kijken. Oh, ik schrik me rot. Ik denk dat dit een prank is of zo. Hoi Maris, je blijft me achtervolgen vandaag. En wat is dit? Een ingang voor de kat. Ik denk dat ik hier niet doorheen pas. Ik kan wel jullie eventjes doorheen laten kijken alvast. Volgens mij zit hier gewoon een slaapkamer. Eventjes door de deur heen spieken. Oh nee, die kat zit hier. Oh nee, hij komt deze kant op. Hij komt deze kant op. Nou, dan weet ik dat zij hierachter een kantoor hebben. Oh, Jezus! Verrassing! Ik dacht dat er helemaal niemand was. Ik vond het leuk om als verrassing hier eventjes heb je de hele tijd zitten luisteren hoe ik hier... Nou, oké, lekker snel. Ik heb ervan genoten. Nou! Ik dacht ik kom hier even lekker asociaal in de stoel van Thomas. Oh, nou doe maar hoor. Die zit daar, dat klopt. Ja. En hoe zit het? Ja. Goed. Oh, ik heb net jullie slaapkamer gezien. Oh. Ik heb lekker in bed gelegen, joh. Echt? Ja, ik kan gewoon dwars, dus ik kom voor het er gewoon goed in liggen. Ja, dat is helemaal top. Dan kan prima, helemaal geen last van. Helemaal top. Wat een leuk huis is dit, jongens. Echt, het lijkt wel alsof ik in een showroom loop. Hoe gezellig en aangekleed alles eruit ziet. En netjes ook. Heel belangrijk, natuurlijk eventjes de bank testen, hè. Zo. Oh, ja, die zit top. En dit is de keuken. En als je zo kijkt, krijg ik een beetje een feeling van ons thuis. Omdat wij ook zo'n roze bank met roze stoelen hebben. Ik bedenk me alleen net, toen ik binnenkwam was er volgens mij nog een deur. Laten we die even gaan checken. Kijk, jongens, dit is de garage. Maar er is hier nog een deur. Ik zie overal kattenluikjes ook. Ze kunnen me overal vinden. Oh! Hey! Kijk eens wie ik hier zie, Rick! Yes! Hallo! Oh, jij hebt ook al zo'n leuke kamer. Zo, dit is heel vet. Lego, ja, nu ben ik helemaal verkocht. Ja, ik zou hier zelf kunnen wonen, dit huis. Nee, echt waar, even complimenten voor jullie huis. Het is echt heel erg leuk. Dank je. We hebben ook ons best gedaan. En als je het niet erg vindt, heb ik ook een paar laders gekeken. Welke? Ik ben alleen afstandsbedieningen tegengekomen. Oh, gelukkig. Ik heb mezelf even... Oh, helemaal goed. Doe alsof je thuis bent, doe ik hier ook altijd. Ja, ja, maar dat is ook, dat werkt. Ik woon hier vandaag. Ja, gezellig. Het voelt helemaal als vakantie, joh. Ja? Ja, maar ik denk niet voor lang meer, want ik zag al iets klaarstaan. Ga maar kijken. Hey, kijk, ik heb het goed geregeld. Rick gaat gelijk koffie voor me zetten. Nou, Rick, ik ga je koffie keuren. Daar gaan we. Mmm. Ja, hij is heel lekker. Hij is goedgekeurd. Kijk, en deze ligt hier voor mijn klaar. Laten we die dan eens even gaan lezen. Hoi, lieve Thomas. Welkom in ons huis. Aangezien ik er vandaag niet ben, zal jij wel vandaag wat taakjes van mij moeten overnemen. Ik hoop wel dat het leuke taakjes zijn. Ik ben net bezig geweest met het opnemen van een video. En hiervoor heb ik al mijn stiften uit de stiftentas moeten halen. Kan jij voor mij de laatste stiften sorteren? Succes en... Het zijn er namelijk 320. Als allereerste wil ik je vragen de ramen te wassen aan de achterkant van het huis. Paco heeft met haar vriendje Olly buiten gespeeld. En zoals je ziet zitten er wat haren aan het raam. Succes! Nou, dan neem ik aan dat dit allemaal is om de ramen te zemen. Oh jeetje, moet dit allemaal gesorteerd worden? Wat doe je me aan, Maris? Wat doe je me aan? Nou goed, ik heb even mijn jas uitgedaan. Ik ben er klaar voor. Dat betekent denk ik roze bij roze. Ja, dit kan ik gewoon. Dit gaat helemaal goed komen. Ik ben heel benieuwd hoe Maris ondertussen met mijn taken omgaat. Ik hoop dat ze het een beetje goed uitvoert. Nou, voor dit speciale klusje, Thomas, leen ik heel eventjes je Crocs. Ik denk dat je dat niet erg vindt. Ze hebben wel gelijk. Er zitten inderdaad wel veel haren aan. Gelukkig zit het weer mee. Daar gaan we dan. Nou, is hij schoon of is hij schoon? Ja, jongens, ik ben al een tijdje bezig, maar het houdt gewoon niet op. Het gaat maar door. Ik heb gewoon het idee dat dit gewoon expres allemaal gewoon eruit heeft gegooid. Nou, Thomas, doe extra mijn best, hoor. Dus ik denk dat je zo meteen wel heel blij bent. Wat hebben ze hier tegenlopen doen, joh? Nou, klaar. Kijk, als nieuw. Bak 1 is leeg, dus we zijn nu op de helft. Ik ga nu door met de volgende bak. Weet je, ik heb een idee. We doen deze tas gewoon dicht, zo. En ik ga deze stiften gewoon verstoppen. Ja, deze is leeg. Daar gaan we.
opgeruimd en netjes. Mila komt om 12 uur uit school en dan eet ze altijd thuis een broodje samen met ons. Oh, gezellig, Mila komt zo. Zou jij de tafel vast willen dekken? We hebben ook vers brood gebakken, die heb ik al zien liggen. Dat moet alleen nog eventjes in plakjes worden gesneden. En lunch vooral zelf ook lekker mee. Eet smakelijk. Nou, ik vind dit niet zo'n erge opdracht. De volgende taak. Wellicht is je opgevallen dat er schilderspullen klaarstaan in de gamekamer boven. Ik had al zo'n vermoeden dat dat niet altijd staat. Ik zoek nog een leuk schilderij voor het toilet. En nu je er bent, maak ik daar graag gebruik van. Wil je een mooi portret van Paco maken? Ja, de eerste snee. Maar ik moet er wel meer hebben, denk ik. Hoi. Oh, hey, daar is ze al. Hallo. Oh, ik heb mijn taak nog niet zo goed volbracht. Ik moest de tafel al gedekt hebben. Maakt niet uit hoor. Oké, jij gaat hier gewoon even zitten. Ik ga brood snijden. Kijk, ik moest het wel af hebben. Oké, ik ga verder met het brood. Ik krijg helemaal stress. Dit is best wel stressvol om Maris te zijn. Oké, dan gaan we dit doen. Met deze spullen die we hier blijkbaar hebben liggen. En het potloodje dat ik heb gevonden. Maar we kunnen nergens een gum vinden. Kijk eens jongens, wat een mooie stapel. Heeft hij helemaal zelf gedaan, dit apparaat. Ja, ik ga de tafel dekken. Goed, ja. Waar zullen de borden hier staan? Hier ergens is mijn gok. Nou, warm denk ik. Jongens, dit zijn schaaltjes. Misschien hier. Oh nee, dit zijn de kruiden. Oh wacht, er zit nog een la onder. Hier misschien. Ja, borden. Ik hoop dat jullie nog geduld hebben en niet te veel honger hebben. Want dit gaat heel lang duren. Ik zal een beetje iets moeten doen qua kleur. Want helemaal wit, dan ben ik nu klaar. Weet je wel. Dus we doen gewoon even hier en daar wat schaduwtjes met wat gelig is in haar vachtje ook. Doen we de rest gewoon met een leuk achtergrondkleurtje. Bestek, bestek. Ja. Hey, rietjes hebben we al gevonden. Wil je een mes en een vork? Nee, alleen een vork. Mes bedoel ik. Alleen een mes. Alleen een mes. Ja hoor. Ik voel me helemaal Maris. Hey, smakelijk. Kijk eens hoe leuk de tafel is gedekt. Ik heb hard mijn best gedaan. Ik hoop dat het smaakt, jongens. Ik vind vooral de broodjes echt heel goed gelukt. Ja, het blijven echt perfecte schijfjes. Ik denk dat ik toch een keer bij een bakker moet gaan werken. Ik hoop dat je het leuk genoeg vindt voor op de wc. Maar ik hoop het. Ik heb mijn best gedaan voor wat ik hier in huis had. Thomas brengt heel veel tijd door op de wc, dus ik hoop dat het mooi is. En anders dan moet je er maar aan de achterkant van de wc doen, waar ik het niet zie. Oh. Cute, wat schattig. Ja, nou, die is heel leuk. Komt ook even kijken. Ja. Oh, ja. Ja, is hij goed? Wat ben jij? Ja, ik zie je meteen. Wat ben jij? Ja. Nou. Nou, hier ga ik hem gelijk neerzetten. Moet je kijken. Dit is toch fantastisch? Helemaal goed gekeurd. Mila is er vandoor. Het eten is bijna helemaal op. En ik ga kijken wat mijn volgende opdracht is. Maris heeft het volgende geschreven. Ik was nog bezig met de was voordat ik wegging. Kan jij voor mij de was even uit het droger halen en opvouwen? En mocht je het willen wegleggen in de kasten, dan ben ik helemaal blij. Dit is heel grappig. Ik heb een soortgelijk opdracht voor Maris. Ik dacht dat ik er vanaf was, maar blijkbaar niet. De sokken moeten nog gesorteerd worden. Hey, zoiets heb ik ook. In de waskamer liggen ze voor je klaar. Oké, we gaan zoeken. Oh, er zit ook best wel veel in. Zo slim, hè? Ik krijg allemaal van die rotklusjes. Nou, het ruikt heel fris, dus dat is in ieder geval fijn. Nou, dan gaan we maar wasvouwen. Veel sokken, zeg. Dat is echt niet normaal. Het meest onhandige aan sokken opvouwen vind ik dat je ze eerst nog allemaal moet gaan sorteren. Dus je hebt eigenlijk dubbel werk. Nou, dit is wel makkelijk. Dit zijn echt wel twee dezelfde. Dit zijn niet alleen maar sokken, hoor. Ik hoop maar dat je hier blij mee bent. Ik krijg zo meteen commentaar dat de handdoeken niet goed heb opgevouwen. Zoveel ook. Nou, dit ziet er toch top uit. Kijk, en daar is mijn tweede kind voor vandaag. Emily. Kijk, ik heb de was opgevouwen. Allereerst wil ik me even laten goedkeuren. Is het goed zo? Ja, ik denk het wel. Oh, ik hoor een twijfel. Maar Maris wil dat ik ze op de juiste plek in het huis neerleg. En jij weet de weg en je weet van wie alle sokken zijn. Dus kun je mij helpen? Ja, ik kom je helpen. Oh, we beginnen met jouw sokken. Dat is handig. Ja. Haal je sokken eruit. Woehoe. Ja, gaat helemaal goed dit. Ja, wow. Ik denk dat je moeder dit beter doet, hè? Nou, ik weet het niet. Oh, ze verdwijnt gewoon in die kast. Kies maar uit. Welke sokken moeten hier? Oh, je pleurt het gewoon op het bed. Dat kan ook. Oké, en dit moet hier. Jij mag het erin gooien. Hoppakee. Opdracht voltooid, denk ik, toch? Zeker. Yes. Nou, op naar opdracht 4 alweer. Nou, een hele berg opgebouwen was. Alsjeblieft. Nou, ik denk dat dit de laatste opdracht is. In mijn slaapkamer boven staat een doos. Dat is een pakket. Zou jij deze voor mij terug willen brengen? Mijn scooter staat buiten voor je klaar. Want het is een beetje te ver om te lopen. Dankjewel. Jongens, ik ga scooter rijden. Dat is best wel een tijdje geleden. Ik heb al een scooter gereden, maar echt al een aantal jaar niet meer volgens mij. De laatste. Op het aanrecht in de keuken staan kunstbloemen. Ze staan er al jaren en ik ben erop uitgekeken. Wil jij een nieuw subtiel boeketje samenstellen? Let op, ik ben vrij.
vrij kritisch wat betreft de kleuren. Dus graag iets wat past bij onze inrichting. Nou, ik denk dat het gaat om deze bloemen. Die hier zo staan. Ja, ik snap op zich wel, Thomas, dat je hierop bent uitgekeken. Ik denk dat hier inderdaad een leuk klein boeketje, een beetje vergelijkbaar met die daar, dat dat super leuk gaat staan. Tenminste, dat hoop ik. Ik hoor dat je vrij kritisch bent, dus ik ga mijn best doen. Nou, dan denk ik dus dat dit de doos moet zijn. Zo! Het is ook niet een hele lichte doos. Goed, laat ik hem maar terug gaan brengen. Het is wel echt de laatste keer ga ik dat ik dit doe voor de hoor. Wat een werk vandaag. Ik ruik ze al. Ik ruik de bloemen. Het ruikt wel echt lekker trouwens. Het zijn wel bloemen, maar dit is denk ik niet wat Thomas bedoelde. Hij wil natuurlijk een boeketje en niet een klein plantje. Nou, daar gaat hij. De helm op. Jongens, staat het? Ik heb best een groot hoofd. Ik vind het een wonder dat hij past. Het is precies mijn maat dit. Ik hoef me niet te verstellen. Laten we hem eerst even proberen te starten. Hey! Ja hoor, hij werkt! Ik weet niet eens waar ik heen moet, maar goed, dan gaan we. Doei! Oh wacht, ik moet aan de andere kant rijden. Ja. Oké, we zijn bij de echte bloemen. Yay! Maar nu nog een pakketje uitzoeken. Kijk, als ik zelf iets zou uitkiezen, dan kies ik altijd zoiets. Deze vind ik ook echt heel erg mooi. Die is wel heel hoog ook. Ik hoop dat dit past in die vaas, maar ik vind ze wel heel gaaf. Dus Thomas, dit wordt hem. Nou jongens, ik ben goed aangekomen en de scooter is nog heel. Het is een wonder. Laten we even deze... Oh, kip. Hoi, kip. Oké, dit is weer typisch Thomas. Ik ben helemaal afgeleid. Ik ga het pakket inleveren. Ik ben zo weer terug. Nou, als je mij vraagt, past het goed in het interieur. Maar goed, ik ben niet de kritiseer. Dat was Thomas. Die vaas daar. Kijk hoe hoog die vaas is. Volgens mij komen deze bloemetjes amper erbovenuit. We doen er gewoon heel veel water in. Ik denk dat die bloemetjes een beetje water raken. Nou, het is een beetje een hoge vaas. Maar als we het zo neerzetten, kan het wel. Het is in ieder geval wat anders. Ik hoop dat Thomas hier blij mee is. Nou, dat was de laatste opdracht. Jongens, vinden jullie dat ik het goed heb gedaan? Ik vind zeker de laatste heb je echt perfect gedaan. Ja, dus ik mag vaker langskomen. Ja. Maar dan ga ik niet al die klusjes mee doen. Sorry daarvoor alvast. Ik vond het wel heel gezellig hier, dus dankjewel. Mila, die was maar helemaal klaar met mij. Die is er al vandoor. Nee jongens, wat een andere afspraak. Ik ga nu weer naar de parkeerplaats waar ik met Maris heb afgesproken. Krijg ik hem weer terug? Je krijgt hem weer terug. Goed. Ja, en ik wil ook graag mijn sleutel weer terug. Ik ben heel benieuwd hoe het bij haar gegaan is. Dus laten we snel vertrekken. Zie ik jullie snel weer. Nou, ik vond het wel heel erg leuk. Ik ga Paco wel heel erg missen. Rutger is trouwens inmiddels al weg. Dus ik ben nu echt helemaal in mijn eentje hier. Nou ja, niet helemaal alleen. Maar dankjewel dat ik bij je in je huisje mocht blijven. Ik vond het erg leuk. Hey! Nou, dat weer is nog steeds lekker. Ja, ik heb het heel leuk gehad. Ja, echt? Ja, je hebt echt een geweldig huis. En iedereen was heel lief voor mij. Je krijgt je sleutel weer terug, alsjeblieft. Ik wil hem echt terug. Maar jouw badkamer, jouw slaapkamer, jouw bed ligt zo lekker. Hier met die sleutel, kijk eens. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Wil je meer van Maris zien, klik even door op haar gezicht. Ik wil je heel erg bedanken, ik vond het heel erg leuk. En ik zie jullie gewoon volgende week dinsdag weer met een splinternieuwe video. Doei! Doei!